Leuk om weer eens samen te eten. Mm-hmm. Wel fijn dat je vandaag weer aan werken bent toegekomen, hè? Ja, maar het heeft alleen helemaal niets opgeleverd. Die beurs die kan ik wel vergeten. Hè? En als het zo doorgaat met Tashitief in Italië, dan ga ik het nog moeilijk krijgen. Wat is er? Ik vroeg me eigenlijk af wat je vindt van het artikel in het Spectrum over je vader. Waarom vraag je dat? Nou, je hebt er nog helemaal niks over gezegd. Ja, moet dat dan? Maar, vind je het vervelend? Goed, ik snap inderdaad niet waar nu zo over papa moet schrijven. Nou, schat. En als je er niet mee zou zitten, zou je nu niet willen verdedigen. Dus geef nou maar gewoon toe dat je te ver gaat. Je wil papa gewoon in het openbaar af laten gaan. Anders had je het nooit zo geschreven. En in het Spectrum notabene, zodat zoveel mogelijk mensen het lezen. Maar elk feit in dat artikel is gecheckt. Je vader heeft het hele verhaal kunnen lezen. Ik weet echt niet wat ik nog meer heb moeten doen. Tussen de regels door suggereer je van alles in dat stuk. Je wil gewoon dat mensen denken, die man deugt niet. Maar ik sta ook lijnrecht tegenover hem in dit verhaal. Ik vind ook dat het niet deugt wat hij doet. En ja, wat het Spectrum betreft, ik doe dit ook om mensen in te lichten. Dat klopt. Je wil gewoon niet begrijpen wat ik bedoel. Kijk eens, Dank je. Maar wat bedoel je dan? Je maakt het persoonlijk. Dit is een kritisch verhaal over de privatisering van het AZM. En daar zit je vader toevallig achter. En ja, die ken ik. Dat is nou helemaal zo. Dan had je hem nog niet hoeven afschilderen als gevoelloze geldwolf. Nee, misschien niet. En als jullie nu nog bij elkaar waren, dan had je het ook helemaal niet zo gedaan. Nee, waarschijnlijk niet. Klopt. Maar de vraag is, herken jij je vader erin? Je vindt niet dat ik lieg en je bent het eigenlijk wel met me eens. Ik vind ook van alles van jou. Goeie dingen, minder goede dingen, maar dat zet ik toch niet in de krant? Maar misstanden moeten aangekaart worden, dat ben je wel met me eens. En ja, het gaat nu toevallig over je vader, maar dan maak jij het dus persoonlijk, niet ik. Jij wil gewoon dat ik tussen jullie kies. Nee, absoluut niet. Maar het enige wat ik vraag is, je kunt er wel een beetje begrip voor me opbrengen. Jij hebt me helemaal niet uitgenodigd om gezellig een hapje te eten. Nee, jij hebt me gewoon uitgenodigd om mij in te palmen. Maar waarom word je nou zo boos? Ik wil gewoon niet tussen jullie ingeklemd zitten. Ik wil helemaal niets meer met jullie ruzies te maken hebben. Wat mij betreft hebben we het er ook helemaal nooit meer over. En denk over die privatisering zoals je wilt. Ik hoop alleen dat je vader je ook die ruimte laat. Dit is nou ook weer een sneer. Ik hou van hem, hè? Het is mijn vader. Ja. Oké, je hebt gelijk. Sorry. En als er iemand niet over werk thuis praat, dan is het papa wel. En wat doe jij? Je zet je mening in de krant. En het staat nu voor eeuwig op het internet, dus ik kan er niet omheen, ook al zou ik willen. En ik wil helemaal niks weten over die stomme privatisering. Maar door jou kan ik me niet afzijdig houden en moet ik er straks wel iets van vinden. Ik denk gewoon dat ik er nog aan moet wennen. Dat je helemaal volwassen bent, ik zie je denk ik nog te veel als een kind? Ja, mijn kind, waar ik voor moet zorgen, die ik moet beschermen, die ik zelfs misschien af en toe een beetje de weg moet wijzen. Heb je dan helemaal geen vertrouwen in? Jawel, juist wel. Je doet het hartstikke goed. Ik doe het niet goed. Ik moet een keer ophouden bang te zijn dat ik je kwijtraak als je het een keertje niet met me eens bent. Maar dat is onzin. Het is heel moeilijk hoor, om je kind los te laten. Dat zou je nog wel merken met Nola. Ik heb je nog hartstikke vaak nodig. Als ik weer eens een recept niet begrijp of als Nola 3 keer kucht. Ja, gelukkig wel. Nog wel. Nog heel lang. Nou, het was dus midden in de nacht. Nou, moet je moeder nou betalen? Je was toch zo zelfstandig? Ja, ik kan alleen nooit iets vinden in dit tasje. Want er zitten heel veel pakjes in. Ja, mooi is dat. Ze heeft hem zelf ontworpen. Nou, nee, schat. Dat is een grapje. Laat maar. Hoeveel is het? Oké. Ik moet alleen opschieten, want Menno en Lucas die komen nou naar huis springen. Ja, maar ik geef je een lift. Kan toch? Ja, tuurlijk. Oké. Bye. Dag.